What up mensen, FIFA Bouwers hier. Vandaag is het een niet normaal grote dag, want dit wordt de eerste echte FIFA 17 video. Super nice, kijk, daar is hij. Eindelijk bij Donald, toch is FIFA 17 er. Ik kan het spelen, dit is echt super nice. Ik kan het helaas maar voor 10 uur spelen de komende dagen. Maar dat is in ieder geval genoeg om een aantal filmpjes te kunnen opnemen. Wat ik deze video ga doen is in ieder geval een aantal FUT-drafts doen. Want ik ben gewoon zo benieuwd hoe de FUT-drafts zijn in FIFA 17. Ik vond ze in FIFA 16 echt super nice, echt heel nice gewoon. En ik hoop dat het ook gewoon zo is in FIFA 17. En dan komt er morgen nog een video online van de pack opening die ik ga doen met de FIFA punten. Vandaag doe ik in ieder geval een aantal FUT-drafts. Ik heb er nu al niet normaal veel zin in. Als we trouwens deze FUT-draft video de 2000 likes zouden kunnen halen, zou het super awesome zijn. Maar ik ben benieuwd hoe goed de FUT-drafts kunnen worden nu. Want nu heb je natuurlijk bijna geen speciale kaarten en zo. Aan het eind van FIFA 16 was ongeveer het hoogst haalbare 193. Maar volgens mij is het hoogst haalbare nu ongeveer 185 of 186. En het eind van FIFA 17 zal het ook wel rond 193 zitten. Maar laten we de eerste punt eraf maar gaan spelen. Let's go. Ik heb er echt niet normaal veel zin in. Oké, welke afstelling? Oh nice. 3-4-3. Dit is een goed begin. Ik vind de animatie trouwens ook steeds vetter worden. Dit ziet er gewoon veel vetter uit als bij de vorige FIFA. En nice, ik kan meteen kiezen uit Ronaldo, Messi of ook nog een Legend. Dit zijn echt hele goede aanvoerders. Maar ja, dan ga ik toch wel voor Ronaldo. 94 rated, beste speler van het spel. Ja, natuurlijk ga ik voor Ronaldo. Ziek beast. Laten we alsjeblieft deze lijn voor kunnen zetten. Nou ja, dit is op zich best wel pro. Het heet trouwens tegenwoordig geen Liga BVA meer. Dat is wel een beetje raar. Het heet nu La Liga. Maar ja, het is ook prima. In ieder geval 84 rated spits. Ik ben er blij mee. Mijn rechtsvoor vervolgens. Geen Messi. Dat is jammer. En ook niet uit de La Liga. Weet je wat? Ik voeg dan Di Maria toe. Als ik zo meteen nog een goede speler krijg uit League, dan kan ik hem natuurlijk goed linken met Di Maria. Hier krijg ik helaas niet echt goede spelers die ik kan gebruiken. Deze komt wel uit de League, dus ik ga voor hem. Dan heeft Di Maria sowieso ook een klein linkje. En mijn eerste centraal midden. Een Real Madrid speler. Dat is prima. Of ik ga voor League, dat kan natuurlijk ook. Ik ga voor Real Madrid. Nee, inderdaad. Ik ga gewoon proberen een La Liga team te maken. Mijn volgende centraal midden. Dit is... in ieder geval weer een speler uit La Liga. Ik heb ook Thiago, maar daar heb ik niet veel aan, want ik kom natuurlijk uit de Bundesliga. Maar ik ga voor Thiago. Dan heb ik weer een Liga BVA speler. La Liga en Liga BVA, whatever. Jullie snappen het in ieder geval. Mijn linksmidden. Oh, Walcott. Die was eerst altijd rechtsmidden volgens mij. Maar die is echt wel beast. 93 pace. Holy shit. Heb ik nog uit La Liga? Ja, hier eentje. Maar die is maar 76. Dat is wel heel laag. Maar hij linkt daar wel heel goed. Zal ik voor de veiligheid gaan? Of zal ik voor het avontuur gaan met Walcott? Nou, ik denk dat in dit geval veiligheid wel handiger is. Want hij linkt daar echt perfect. Dus ik ga voor deze kerel. En op zich, hij is ook nog best goed. 85 pace. En de rest was ook wel prima. Dus zo heel veel maakt het ook niet uit. Mijn eerste centraal verdediger. En dan ook mijn eerste invorm van dit team. Weet je wat? Ik ga voor die League 1 speler. Die kan misschien nog linken met de andere League 1 spelers. En hij is 84 rated. Dus best hoog. Ik vind het prima. Oh nice, Ramos. Holy shit. 89 is hij gewoon. Wat een beast is dat. Volgens mij is dat nu de beste centraal verdediger. Oké, jij mag zeker weten bij mij in het team. Volgende speler. Kom op, weer een La Liga speler. Van de Hoorn. Nee, dat is niet al de best. Ja, geen één La Liga of League speler. Dit is een beetje balend. Ik ga wel voor deze Spaanse kerel. Die heeft dan nog een klein linkje met Ramos. En mijn keeper vervolgens. Geef me een goede keeper. Oh, nice, De Gea. Ik ga denk ik voor De Gea, want die linkt perfect met die andere Spaanse kerel. En dan hebben ze gewoon een heel goed team. Ja, ik moet wel voor De Gea gaan. En als ik deze twee dan omwissel, dan heb ik nu al 98 teamgeest en 86 beoordeling. Dit is echt al een zieke puntraf. Dit gaat echt niet normaal goed. Oké, zouden we nog een paar goede spelers kunnen krijgen? Dat zou mooi zijn. Ik krijg hier Hart of Testegen. Weet je wat? Ik ga voor Testegen. Dan mocht ik nog een La Liga keeper nodig hebben, dan heb ik er altijd eentje op de bank staan. Dat is wel handig voor de zekerheid natuurlijk. En mijn volgende speler is centraal verdediger. Hier heb ik allemaal eigenlijk helemaal niks aan. Weet je wat? Ik ga natuurlijk voor rating. Kom op! Ik wil nog gewoon één of twee hele goede spelers hebben.
Oh, nou, Philippe Louis, die kan ik wel gebruiken. Of andere, nee, Philippe Louis, sowieso. Als ik nou deze twee daar wissel, nee, dan gaat mijn teamgeest heel erg omlaag. Misschien aan het eind van de vindraf dat ik hem nog wel kan gebruiken, maar dat zie ik dan wel. Rechts midden, ik heb eigenlijk nog wel een paar La Liga spelers nodig. Maar die krijg ik nu helaas niet. Dan ga ik voor Draxler, 84 is wel echt ziek hoog. Kom op, La Liga, La Liga. Ja, daar is er één centraal verdedigende middenvelder. Daar heb ik helemaal niks aan, want ik heb al twee centraal middens uit de La Liga. Dan ga ik nu gewoon voor rating. Ik wil eigenlijk nog wel een andere rechts midden en rechts buiten. Gewoon allemaal uit de La Liga. Dat is wat beter voor teamgeest natuurlijk. Maar dat gaat wel lastig worden, helemaal als ik ze nu binnen krijg. Nou, Nani, die zou ik wel kunnen gebruiken misschien. Ja, weet je wat, ik ga gewoon voor Nani. Die komt misschien zo meteen nog van pas. En mijn volgende speler. Insigne. Geen La Liga. Dit is heel kut. Oké, natuurlijk weer voor rating gaan. Dan heb ik nu alleen nog de reserves te gaan. En dan krijg ik natuurlijk weer een zilver. Oké, dit maakt helemaal niet uit. Snel door naar de volgende. En nu dan. Pedro, prima. Maar Ruiz, die kan ik misschien wel gebruiken. Die komt natuurlijk uit de La Liga. Als ik die daar neerzet, dan heb ik nu al 100 teamgeest. Nani, rechts midden neerzetten. Of daar. Dan heb ik nog steeds 100 teamgeest. Oké, dit gaat best wel goed. Ik heb in ieder geval nog een paar spelers te gaan. Nice, holy shit. Messi, Griezmann, Hummels, Bill of Benzema. Dit is wel echt ziek. Maar ja, dan ga ik natuurlijk voor Messi. Dit is echt zo vies. Dan zet ik jou daar neer. En dan heb ik nu nog steeds 100 teamgeest. Wat een team is dit, jongen. Dit is veel beter dan dit kan, denk ik gewoon bijna niet. Oh, alleen is dit dan weer jammer. De Jong is mijn beste speler nu. Oké, dat is best wel slecht. Maar mijn laatste speler nog. Een goede speler op het eind. Dat zou mooi zijn. 80. Ah, nee, niet echt. Oké, nu even kijken hoe goed ik dit team uiteindelijk kan maken. Want ik denk dat ik Philippe Louis wel centraal verdediger neer kan zetten. En dat ik dan nog steeds 100 teamgeest heb. Oh nee, dat is jammer. Maar misschien wel als ik een manager ga toevoegen. Dat gaan we nu zien. Nee, geen 100. Hier ook niet. Hier ook niet. Hier ook niet. En hier ook niet. Oké, dat wordt hem dus niet. Opstelling bewerken. Dan verwissel ik jou gewoon weer. En dan ga ik nu even de rating op de bank allemaal goed neerzetten. Misschien dat ik uiteindelijk dan nog een 186 put eraf kan halen. Ja hoor, 186. Holy shit, dit is wel echt vies dit team. Ik heb hier nog een links midden. Misschien dat ik hem nog kan veranderen voor een andere speler. Als ik... Nou, daar kan ik Philippe Louis neerzetten. Dan heb ik nog wel 100 team gegeven. Misschien dat ik zelfs 187 beoordelen kan krijgen. Dat zou helemaal sick zijn. Nee, dit is wel het hoogst haalbare voor nu. Ik denk dat het moeilijk is om een betere fut eraf te krijgen als deze. 186 is denk ik best lastig. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ik denk dat 187 ongeveer het maximaal haalbare is op dit moment. Maar weet je wat? Ik ga nu gewoon nog een fut eraf doen. En misschien gaat het me lukken om mijn 186 record te gaan verbeteren. Laten we het maar gaan proberen. Het zal wel mooi zijn. Oké, let's go. Volgende putdraft. Weer 3. Oh nee. Nou nee. Dat is 3, 4, 1, 2 is natuurlijk niet heel chill. Weet je wat? Ik ga voor 4, 3, 2, 1. Vind ik ook helemaal prima. Laten we dan ook nog goede aanvoerder krijgen. Dat zou mooi zijn. En dit begint wel een stuk minder goed dan mijn vorige putdraft. Weet je wat, ik ga voor Sanchez omdat hij gewoon de beste is van deze spelers. Ik begin nu gewoon lekker op de bank. Misschien dat het iets meer geluk brengt. Je weet het maar nooit, hè. Oké, let's go. Dit is niet al te best. Weet je wat, ik ga voor Welbeck. Dan heb ik in ieder geval nog een goede spits, mocht ik geen andere goede spits krijgen. Philippe Louis. Ik ga natuurlijk voor Philippe Louis, want ik heb nu wel een linksachter. Dus nu komt hij veel beter van pas in mijn team. Nani, ja, is ook prima. Weet je wat, ik ga gewoon voor een La Liga team. Want daar zitten wel de beste spelers natuurlijk. En als ik geen La Liga spelers heb zoals nu, wil ik Premier League spelers hebben. En die heb ik nu ook. Sakko. Dus het wordt een La Liga / Premier League team die ik nu ga maken. Ik heb nu in ieder geval weer een La Liga speler rechtsachter. Is niet al te best. Maar ja, al die andere spelers zijn ook niet al te best. Dus zo heel veel maakt het ook weer niet uit. En kom op, Aurier, dit zijn wat betere spelers al. Helaas geen 1 La Liga speler, dat is wel jammer. Maar Rooney 84 is een prima Premier League speler natuurlijk. Maar ik heb nog steeds geen echt hele goede speler gekregen. Nu gelukkig wel, 92 Neymar. En kom op, La Liga, nee, weer niet. Wel goede Premier League spelers. Wijnaldum 81, holy shit. Die is ook steeds beter aan het worden. Weet je wat, ik ga voor Sterling. Want ja, dat is gewoon echt een beast uit de Premier League. Die kan ik misschien zo meteen nog wel gebruiken. Maar ik heb echt nog wel wat goede centraal middenvelders nodig. En die krijg ik nu ook. 84. Jij komt zeker van pas. Maar ik denk dat ik mijn record van de vorige fut draft niet ga verbeteren. In ieder geval, dat gaat echt heel lastig worden.
Holy shit, Valencia is trouwens echt een zieke beest rechtsachter. Maar ik heb geen echt goede Premier League speler. Ja, deze, maar Carvajal is wel beter. Weet je wat? Ik ga voor Carvajal. Dan probeer ik een La Liga verdediging te maken met middenveld en aanvallers uit de Premier League. Ik heb hier wel blind van de Premier League, maar die komt natuurlijk niet echt goed van pas. Ik moet wel voor Mustafi gaan. Oké, mijn wissel keeper vervolgens. Kom op! Ja, ik kan kiezen uit de Premier League of La Liga keeper. Oh, dit is lastig. Weet je wat? Ik denk dat ik zo meteen bij de volgende keeper nog wel een Premier League keeper ga krijgen. Dus ik ga nu voor Oblak en dan denk ik dat ik nu nog wel een Premier League keeper ga krijgen. Daar zijn er zoveel van. Dat moet toch wel? En die krijg ik ook. Loris, 88 is natuurlijk echt een beest. Ik heb zeker geen spijt van mijn keuze. Maar dan moet ik nu nog echt wel een aantal goede spelers gaan krijgen die goed linken. Want anders gaat 100 teamgames wel heel lastig worden. Maar nu gaat dat meteen goed. Want ik heb hier meteen een goede La Liga centraal verdediger. En hopelijk gaan we er dan nu nog een krijgen. Ah, kutzooi. Dit komt niet goed van pas. Ah, dit is wel baal. Oké, linksachter. Maakt niet uit wie ik krijg. Want ik heb natuurlijk al Philippe Luis. Dus ik ga dan voor rating. Maar rechtsachter vervolgens maakt ook niet echt uit. Want daar heb ik natuurlijk ook al een speler. Bellerin. Oh, die is wel pro. Weet je wat? Misschien zou ik dan daar wel Mustafi neer kunnen zetten. En dan komt het misschien toch nog goed met mijn verdediging. La Liga of Premier League? Oké, dit is in ieder geval een Premier League speler. Ik heb momenteel Rooney als middenvelder. Ik heb daar nog een Arsenal speler. Ja, ik ga voor deze Premier League, de centraal midden. Eigenlijk wil ik nog wel een Iniesta krijgen. Gewoon echt zo'n beast. Weet je wat? Ik heb nu al genoeg Premier League centraal midden. Dus ik ga nu voor een La Liga. Oké, mijn laatste centraal midden. En dit is niet al te best. Fellaini, holy shit. Die afro is wel echt beast, hoor. Dit is echt niet. Kom op, geef me nog een goede speler. Nashing, 93 pace, OP en El Ghazi, twee Nederlandse spelers. Maar ja, zijn niet al te best. Dat is dan wel jammer. Ik heb hier in ieder geval een Premier League speler, maar die is ook niet al te best. Maar ja, ik moet wel voor hem gaan, vanwege de teamgeest natuurlijk. Oké, mijn laatste speler van deze futdraft. En ik heb hier een inform. Weet je wat, ik ga voor hem. En dan denk ik dat het wel gaat lukken om 100 teamgeest te halen. Ik heb nu 84 beoordelingen en 98 teamgeest. Ik kan nog een manager toevoegen. Dus ik denk dat de 100 teamgeest wel makkelijk moet lukken. Even kijken. Premier League. Ja, die komt zeker van pas. Dan heb ik inderdaad nu al 100 teamgeest. Maar ik denk dat ik mijn beoordeling nog wel 1 omhoog kan krijgen. En heel misschien nog wel 2. Als nee, dat lukt helaas niet. Ik krijg mijn beoordeling niet omhoog. Dat is wel jammer. Maar dit is op zich best wel een prima teampje. Maar het is toch wel een stuk minder als mijn vorige putraf. Ik denk dat 186 wel een van de hoogste putrafs is die ik kan halen. Maar dit was het voor deze 74 putraf filmpje. Vonden jullie dit een leuk filmpje? Smash allemaal dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen alweer bij een FIFA 17 pack opening. Tot dan! Dit valt een beetje tegen. Iemand die is een stuk zwaarder dan wat ik ben, dus hopelijk gaat Timon dan wel op zijn bek. This is Sparta! Oh shit. Oh, good job.